Deze week in een nieuwe aflevering van het Dierenthuis. Het Nationaal Ouderenfonds is op zoek naar opoes. Dierenarts Paula de Jong vertelt over het meenemen van je huisdier naar het buitenland. En in het Dierenthuis vertelt Regina Achter over de muizenvangers. Nou, hier zijn we dan in de grote kattenkamer. Op dit moment zitten we behoorlijk vol. Dat komt omdat er helaas een eigenaar is overleden van een kwekerij. En die meneer die verzorgde op zijn terrein maar liefst 29 katten. En die katten zijn allemaal naar ons toe gebracht. Dus we zitten in één klap ook helemaal vol. Wat misschien ook handig is om te zeggen van die meneer heeft een heleboel katten, maar waarschijnlijk helemaal niets geregeld voor de dieren. En er is pas een actie geweest om een goed doel op te nemen in je testament. Nou, ons dierentehuis is daar ook, is er ook een mogelijkheid om daarin op te nemen. Wij zijn ook erkend goed doel. Ja, in dit geval, al die dieren zijn hier gebracht en wij proberen ze zo goed mogelijk te verzorgen en weer geschikte plekken voor ze te vinden. Wat we met name voor dit soort katten zoeken, we noemen het muizenvangers. Ze zijn dus wel gewend aan mensen, maar het zijn geen schootkatten. En ook niet echt huiskatten. Dus het mooiste zou zijn als ze bij een kweker weer de kassen muizen vrij kunnen houden. De katten zijn er heel goed in om muizen te vangen in het algemeen. En ze worden dan meestal een beetje bijgevoerd om te zorgen dat ze genoeg voeding binnenkrijgen. Maar we hebben pas een eigenaar van een orchideeënkwekerij hier gehad. En die heeft 4 katten van ons overgenomen. Omdat de muizen in de kassen de orchideeënknopjes opeten. En hij heeft de 4 katten van ons in zijn kassen losgelaten. En het probleem is opgelost. Dus als mensen last hebben van muizen. Nou, ik zou zeggen, we hebben een heleboel katten waar uitgekozen kan worden. En ze vragen niet veel. Een paar brokjes bijvoeding en verder gaan ze aan het werk. Ja, hier komen natuurlijk ook de kattenknuffelaars smiddags soms. Die komen echt met die katten een beetje spelen en ze aandacht geven. Dus dat is ook kijken of ze naar je toe willen komen, of je ze kunt aaien. Daar hebben we ook vrijwilligers voor. Dat noemen wij de zogenaamde kattenknuffelaars. Dus die komen speciaal smiddags om bij de katten te gaan zitten en ze aandacht te geven. Dierenarts Paula de Jong vertelt over het meenemen van je huisdier naar het buitenland. Hond en kat kan allebei mee. Waar je voor moet zorgen is dat er een hondsdolheidinjectie is gegeven. Dat moet voor alle landen en die moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven zijn. Dus dat is iets waar mensen goed aan moeten denken. Dat, het niet, dat je niet een week van tevoren bedenkt, oh ja, die injectie moet nog. En dan kun je problemen krijgen bij de grens. De injectie is voor EU-landen 3 jaar geldig, dus hoeft maar na 3 jaar dan herhaald te worden. En je hebt wel ook zo'n paspoortje nodig, een EU-paspoortje is dat. En het dier moet gechipt zijn, dat is allemaal verplicht. Dus dat is een combi die we vaak doen. Chippen, enten en zo'n paspoortje. Nou, verder is het natuurlijk afhankelijk van waar je naartoe gaat, wat voor voorzorgen je moet nemen. De zuidelijke landen, het begint eigenlijk al in Noord-Frankrijk, zijn een beetje berucht om de teken die ziektes bij zich dragen. Daar kunnen ze een bepaalde ziekte van de rode bloedcellen van krijgen, als ze dus door teken gebeten worden. En de bestrijding van de teken is daar dus ook erg belangrijk. En wij adviseren dan om een tekenband te gebruiken. Nou, nog zuidelijker, dus de landen rond de Middellandse Zee, daar komt nog een ziekte voor, Leishmania heet dat. Dat is ook een parasietje die in de witte bloedcellen gaat zitten en daar kunnen hele vage klachten van komen. Variërend van suf, sloom tot echt ernstig nierproblemen, afwijkingen aan huid en haar en dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal best wel dingen die je moet realiseren als je je hond meeneemt naar dat soort landen. Afgezien van de reis ernaartoe natuurlijk. Je hond moet natuurlijk lang in de auto zitten als je tenminste met de auto gaat. Dus je moet vaak pauzeren, je moet goed opletten dat ze niet oververhit raken, voldoende vocht. En ja, een hond moet natuurlijk ook wel, of een kat, moet er wel tegen kunnen, tegen de warmte en tegen het leven daar. Eén duidelijk symptoom van die tekenziekte, de babesia noemen we dat dan, is dat ze bijvoorbeeld bloederige urine en hoge koorts krijgen. En dat is wel iets waar je dan ter plekke direct voor naar een dierenarts moet.
Want het is wel behandelbaar als je er op tijd bij bent. Dus dat is het advies om dat goed in de gaten te houden. Als je hond ziek wordt, daar toch plaatselijke dierarts opzoeken. En de dierarts in Frankrijk en Spanje zijn goed, hoor. Dat hebben we soms wel eens verhalen van dat het allemaal niet deugt. Maar dat is niet waar. Als je echt een beetje in een wat grotere stad zit, dan zijn allemaal toch wel heelkundige mensen. Het Nationaal Ouderenfonds zoekt opoes. Dat zijn opa's en oma's of in ieder geval een 55-plusser die in Amstelveen op een huisdier wil passen. Met deze nieuwe oppasservice kunt u zich aanbieden als oppas voor een huisdier. Zo krijgt uw sociale leven een leuke impuls en krijgen de baasjes de beste oppas. Iedereen boven de 55 jaar kan zich aanmelden via www.ouderenfonds.nl. Heeft u dus interesse, dan kunt u ook bellen met Lieke Michels op telefoonnummer 030 656 7774. Tot een volgende keer.